Justin, goedemiddag. Kort voor de cross hier in Brussel. Hoe voel jij je? Goed, het parcours is heel mooi. Met de sneeuw was ik een beetje bang dat het gevaarlijk ging zijn, maar het begint een beetje te ontdooien. Dus misschien wel een beetje voordeel, ja. Wat voor een race verwacht jij vandaag? Snel, denk ik wel, ja. Technisch ook, maar wel vooral een leuk rondje. Dus ik kijk er naar uit. Ja, er was een discussie, onder andere bij Roger de Vlaming, om de jongere en de minder snelle mannen vooraan te laten starten in plaats van nu achteraan. Wat vind jij daarvan? Dat is misschien wat ik zou om over na te denken. Maar ook niet, ja, ik weet het niet. Of dat een voordeel gaat zijn voor ons of niet. Want ik denk dat de grote mannen ons toch bij de eerste draai al gaan ingehaald hebben. Dus ik denk niet dat dat een voordeel gaat zijn. Ben jij ben je goed op sneeuwen op dit soort parcours? Nee. Ik heb liever parcours waar het veel lopen is, veel modder. Dus ik wil dat nog veel gaan doen. Ja, want ja, er moeten risico's genomen worden. Ja, dus geen kans dat ik toch wel bang voor. Vooral de eerste ronde waren er heel veel dames ook die aan het kijken waren hoe ze de passage gingen aanpakken. Maar ronde 2 en 3 van de verkenning voelde ik me wel zekerder worden. En ik ga vol vertrouwen naar de start toe. Ja, beschrijf eens die schuine kant, die gevaarlijke kant. Ja. Met de ijs is die heel hard. Dat ben je wat te doen. Heel grip heb je niet, want het is echt redelijk stil. Van boven beginnen en niet te veel zat naar beneden. Dat zal proberen worden.